Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe serie op Banjo Town. Vandaag ga ik hier zitten totdat ik dood ben. Dat klinkt heel dramatisch en dat is het eigenlijk ook, want ik ga in hardcore spelen. En nu moet ik natuurlijk een naam verzinnen voor mijn wereld en ik noem deze wereld... Ik heb geen idee. Banjopia noem ik hem maar, van Utopia. Banjopia, bam! Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Create New World, hier gaan we dames en heren. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Misschien denk je nu wel bij jezelf, Bardo, hoezo ga je in één keer weer Minecraft spelen? Je bent bezig met FIFA, je bent bezig met The Walking Dead. Alleen, ik heb wel begrip... Oh man, wat lekt mijn computer. Lekt alles? Ja, is de wereld hier aan het renderen? Ja, oké. Okay. Nee, ik weet natuurlijk dat heel veel mensen hier komen voor de Minecraft. De oudvertrouwde Banjo Town Minecraft. De Minecraft video's waar jij nu naar kijkt. Waar wij altijd hyperactief over dingen gaan lullen. We zien hier een koe. Hallo koe. Ik heb vreten nodig, dus oké, wacht even. Oh, deze koeien. Oh, wat een goede spawnplek. Ik heb heel veel koeien. Maar in ieder geval mensen. En een paard. Hallo paard. Oké. We hebben dus heel veel mooie dingetjes hier. Het idee is natuurlijk... Oh, daar staan gewoon bomen. Ik kan gewoon daar naar de bomen lopen. In een oerwoud, in een bos. In een bos oerwoud. Oerwoudbos, bos, oerwoud. Boswoud. Een boswoud. Het idee is dus, daar komt het op neer. Ik ben hier aan het lullen en aan het praten en aan het doen tegelijkertijd. Het gaat niet goed. Het idee van deze serie moet dus worden van... Hey, als ik dood ben, is de serie klaar. En dan moet je even wachten op Minecraft video's. Maar tot die tijd heb jij dit. Heb jij een hardcore Bardo survival serie-achtig iets. En ja, ik dacht zelf bij mezelf, hé, dat vindt iedereen vast leuk. En dus ja, nu beginnen we altijd weer met hout slaan. We gaan op hout slaan, hout verzamelen. Dat zegt zelf. Wat is er nou leuker dan jouw vrije tijd? Hè? Je zit de hele dag op school te werken, weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent. En was het dan leuker dan kijken naar iemand die op een boom slaat? In een spelletje! Nou, dat is geweldig. Daarom ben ik het hier nu ook aan het doen. Zoals je kan zien, de boom, hè, de boom die slaan we gewoon even kapot. Hooligan stijl. Kutboom, hey. Kijk, deze boom is vreemd gegaan met mijn vriendin. En dan dat sla ik je helemaal kapot. Natuurlijk, ik weet dat heel veel Nederland nu thuis zit. Maar Bardo, jij hebt geen vriendin. Leuk feitje over het feit dat ik geen vriendin heb. We beginnen daar gewoon mee. Leuk feitje over het feit dat ik geen vriendin heb. Denk over de hele YouTube community maar eens na. De hele YouTube community. Ja, ben je mee bezig? Oké, dan ga ik nu met je meedenken. We beginnen bij David, die heeft verkering met GV. Dan hebben we Milan, die heeft een vriendin. Thomas, die heeft met Darcy. Kelvin en Peter hebben een vriendin. Mert heeft een vriendin. Dylan heeft een vriendin. Masha heeft een vriend. Teske heeft natuurlijk Mert. Wie ben ik nu vergeten eigenlijk? Ik zit even de hele lijst in mijn hoofd af te gaan, maar het komt erop neer. Van de hele top community ben ik de enige zonder een vriendin. En zo Knol heeft een vriendin, bedenk ik me in één keer. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Ik ben dus de enige zonder een vriendin. Nou, leuk! Hey Bardo, hoe komt het dat jij geen vriendin hebt of zo? Zit je de hele dag te Minecraften? Nee, ik Minecraft nooit. Laat mij. Oké, ik ben een boom aan het verzamelen. Dit is zo ongemakkelijk weer. We beginnen gewoon deze aflevering. Hoppakee, achievement unlocked. Boom, 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 boom. Nee, maar deze aflevering beginnen we dus direct met het gezeik van het gezeik. Zoals jullie van mij gewend zijn natuurlijk. Ik moet wel zeggen, ik vind dit al direct een aardige plek om even mijn eerste huisje neer te zetten. Niet dat ik denk dat het nog een... hallo koe! Hallo daar koe, dat is mijn buurman. Hallo buurman koe. Kijk. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together, together forever. Oh man. Een pickaxe. Dat pik ik niet hoor, van mijn ex. Pickaxe. Helemaal gek die kerel. Helemaal gek. Geef die kerel zijn spuitje, is hij dood. Dat moet ik niet zeggen over mezelf. Sorry, je moet nagaan. Het is nu 3 uur 's middags. Eigenlijk niet. Het is nu wel iets later dan 3 uur 's middags. Ik zal maar niet zeggen hoe laat het is. Want dan als jullie dan... Oh, die fucking hell! Ik heb zwaarden! Oh! Bardo begint een leger. Bardo begint een leger. Bardo begint een leger. Yeah. Oké, het is halverwege de dag. En ik heb vrijwel niks bereikt tot nu toe. Behalve hout. Ik heb heel veel hout. Oh, man.
Ja, ik heb vlees nodig. Koeien, nee. Ga die wegrennen. Even overleven. Alle koeien dood. Kijk, weet je wat het fijne is? Ik hoef me ook geen zorgen te maken over het opbergen van die koeien. Omdat ik weet dat ik snel dood ga. Allemaal varkentjes, mooi. Ook allemaal dood. Voor de mensen die het zich afvragen, deze serie wordt dus nu dagelijks geüpload op Banjo Town. Deze serie gaat open einde scannen, net als bij The Walking Dead. Dus je hoort op een gegeven moment gewoon Banjo en dan weet je, morgen komt er een deel 2 van online. Waarom doen we dat eigenlijk? Simpel, dat is makkelijker monteren, het is leuker monteren, ik kan het wat spannender voor jullie maken. En het heeft iets meer makkelijkheid. Hoef ik niet de hele tijd hier te zitten, joden op gasten en dat ik dan vervolgens na 1 minuut dood ben. En mijn computer die lekt het als een motherfucker. Zo. Dus ja, dat was eigenlijk mijn levensverhaal voor vandaag. Dat is moeilijk hoor, want ik heb nu in principe heel veel informatie verteld. Echt. Dat je zegt, wow, Wardo, waar haal je al die informatie vandaan? Nou, zoveel informatie heb ik dus verteld inmiddels. Ja, dat was het eigenlijk. Oh man. Dit is zeg maar net alsof je een date hebt met een meisje wat je geen fuck kan interesseren. Dan zit je er wel te lullen en dan denk je ook bij jezelf, ik ben hier alleen maar voor de seks. Niet dat ik hier bij Minecraft ben alleen voor de seks. Oh man, Bardo. Terwijl ik 2 minuten geleden aan het vertellen was over het feit dat ik de enige uit de hele YouTube community ben zonder een vriendin. Ik denk dat mensen nu gaan snappen waarom. Man. Mijn humor is nog altijd droger dan mijn hele fucking seksleven. In godsnaam, Bardo. En ik zit hier weer Minecraft te spelen. Alsjeblieft. Doe eens wat anders, Bardo. Doe eens wat anders. Alsjeblieft. Helemaal gek, die man. Helemaal gek. Geef die man het spuitje. Sorry, ik kon het niet laten om dat lachje te doen. Dat is mijn... Als je dat lachje hoort ooit in deze serie... Dat is de indicatie van een pervert lach. Ja, dat was eigenlijk alles wat ik erover wou vertellen. Voor de rest... Massamoord op varkens. Nee, maar voor de rest dus... voor de rest niks eigenlijk. Doei. Oké, jump party. Jump. Varkensvlees. Oh, dat is ook naar... Moslims en Minecraft, gaat dat wel samen? Je mag geen varkensvlees eten. Dat is jammer, want ik vreet het op als een mogol. Ik begin binnenkort gewoon mijn eigen motherfucking... Ik ben dood. Mijn eigen motherfucking McDonald's hier in Minecraft. Zoveel... daar zijn 3 blokjes. Volgens mij hebben we daar een roeping gevonden, dames en heren. Waar wij kunnen gaan wonen. It's like radiating. Ja, ik spring even onderwerp naar onderwerp hoor. Ik bedoel, jullie beginnen geen onderwerp. Jullie zitten hier stil voor je computer te kijken, te luisteren, te fappen op... Nou, fappen hoop ik niet, maar... In ieder geval, ik weet niet wat je aan het doen bent, waarom je deze serie überhaupt kijkt. Maar je moet nagaan... Dat is een hoge sprong. Dat was het eerste hartje. Dat moet je echt niet doen. Ik heb heel veel kool nodig natuurlijk. En dat gaan we nu verzamelen. Kool, zoveel mogelijk, kool, ik wil kool, vind je dat niet kool, ik heb heel veel kool, ik ben zo kool, heb jij ook veel kool, doe mij maar een lol, ik heb alle kool, ik heb zoveel kool, ik heb kool, ik heb zoveel lol. Wat een raar nummer, wat een triest raar nummer. Ja, de treurigheid van vandaag de dag zit er weer goed in bij iedereen hier. Ligt het aan mij of hoor ik ook geen Minecraft geluiden? Even kijken hoor, wat heb ik? Music is... Kijk, ik dacht ook al. Ja, hier, nu gaan we die muziek weer, ja. Vind ik wel leuk, even een muziekje erbij. Wow, kut, hoe doe ik hem ook weer terug? Oké. Ja, daar ben ik terug. Hallo mensen. Dan gaan we pickaxe. Mag ik een pickaxe even op? Dankjewel. Ik zit te kijken. We gaan gewoon die kant op. En het is een leuke, mooie dag. La. Ik weet echt niet wat ik ga doen nu. Ik zit even. Holy fucking hell, het bos staat in de fik. Hoe de fuck kan een bos in de fik staan? What? Gratis blokjes toch? What? Gratis blokjes in het bos? Gratis blokjes in het... you motherfuckers! Ik ben een paar hartjes kwijt die ik niet kwijt wou. Waarom gebeurt mij dat nou altijd? Gratis blokjes. Ik wil gratis blokjes. Geef mij die gratis blokjes. What the fuck is gratis blokjes?
Appel, geef mij je appel. Oh, staat hier gewoon lava. Is ook niet heel slim, moet ik zeggen. Lava in een bos. Oké, ik ga nu wel heel ver het bos in. Ik vind dat niet zo heel fijn eigenlijk. Ik bedoel, kan ik mijn huis niet over de lava maken? Ja, dan heb ik eerst glas nodig. Want ik wil niet dat de monsters spannen. Dat is trouwens wel goed. Ik ben tot nu toe geen enkele monster tegengekomen. Ja, behalve dan daar een varken op een schildpad. Of een paddenstoel. Ah, man, Bardo, je verspreekt je van alle kanten. Als je verspreekt, moet je het niet... Ah, ik hoorde een koe. Hallo, koe. Ah, koe. Oh, gelukkig in het water. Ik dacht al. Ik wil niet nog meer hartjes kwijt. Dood. Dood en verderf. Ja, dood en verderf dan, hè. Doei, varken. Zo. Komen we er wel ooit een keer. Ik weet niet precies waar we gaan komen, maar waar we moeten komen, daar komen we wel. Zo, ik wil terug naar mijn crafting table. Want ik had gezegd dat we hier het huis gingen maken. En dan maken wij ook hier het huis. Kan ik niet even snel een schepje dat ik heel veel zand... Ja, dat zou kunnen. Mooi, mooi. Ga ik even heel veel zand verzamelen. Dan maak ik mijn allereerste dirthuis! Oh, kom maar op met je Minecraft-haat. Bardo, wat je ook doet, een dirthuis is nooit zo leuk. Waarom maak je nou een dirthuis? Dirthuis. Daarom maak ik ook een dirthuis, omdat ik weet dat heel veel mensen er boos van worden. It's the final dirthuis. Ik zie de schemering al komen, of niet? Volgens mij begint het te schetsen. Oh, kijk, dat is... Ja, het is nacht! Oh, crap! Het is nacht. Oh, ik heb niet opgelet. Oh, man, wat jammer. Ik zit echt even in een panische mode nu. Oké. Oké. Zand. Ik heb namelijk gewoon geen idee wat ik kan gaan doen nu. Oké. Als ik die daar neerzet, pak ik mijn schepje en dan graven we dit eruit. Yay, kijk mensen, nu is ons huisje een tikkeltje dieper geworden en we hebben heel veel dirt erbij. Ik vind het echt niet cool gewoon dat Bardo een dirthuis maakt. Echt niet cool gewoon. Ik snap niet dat hij dat doet. Ja, ik snap het eigenlijk zelf ook niet. Sowieso, ik snap al niks van Minecraft. Laat staan dat ik hier iets van snap waarom ik het doe. Oké. Laat het gaan. Van Walt Disney. Let it go. Ja, romantiek dames en heren. De romantiek van Disney. Yay, ik hou hiervan. Hup, en het dirthuis is wel dirthuis. Weet je waarom ik alles van dirt doe? Because I like it dirty. Die woordgrap ook. Oh, waar blijft mijn Oscar? Waar blijft mijn Oscar? Ik weet niet of je een Oscar krijgt voor woordgrappen, maar het zou wel terecht zijn. Zo! Boom! Kijk, nu kunnen we in ieder geval de eerste avond overleven. Daar ben ik echt heel blij mee. Maken we er gewoon even een oven bij. Hoppa, kijk. Daar ben ik ook heel blij mee. We hebben heel wat kool. Alleen we hebben natuurlijk toortjes nodig. Daar zijn mijn sticks. Dus hoppa, kijk. Daar ben ik ook alweer heel blij mee. Kijk, we komen er wel. Dan zetten we daar een torch. Daar een torch. Daar een torch. Dan hebben we de oven. Die zetten we gewoon hier neer. Hallo daar. Hoppakee. Het is niet even het mooiste huisje wat je ooit hebt gezien, maar... Kijk, hebben we het eten zo klaar. Dan kunnen we gaan eten met z'n allen. Aan tafel. Zo flauw. Oké. Halen we al deze blokjes weg. Zo. Nou, dit is het begin van een huis, denk ik.
Ik heb ook zelf geen idee wat ik aan het doen ben, hoor. Natuurlijk. Dan maken we een doos. Een kist. Hop. Hoppa Gangnam Style. Zo doen we dat dan. Pakken we de doos. En dan heb ik het niet over je moeder de doos. Maar gewoon de kist als in de doos. Oké. Het zou nogal raar zijn als ik je moeder bij de doos pak midden in een Minecraft video. Maar je snapt wat ik bedoel. En daarnaast, vrouwen zijn ook vaak dozen. Dus het was een dubbele woordgrap. Wat geweldig, Bardo. Die woordgrappen in deze Minecraft-serie, ik vind het nu al geweldig. Oké, dan gaan we hier. Doen we deze daar en daar. En dan, hoppakee, hebben we een stone schep. Hop. Hoppakee, dan hebben we een stone pickaxe. Doen er maar nog één, even een stone pickaxe. Nog maar twee anders, ook goed. Hop. En hoppakee, een stone zwaard. Doe mij er maar twee van. En verder, nee, voor de rest hebben we niet echt heel veel nodig nu. Nee, ik denk dat we het hier wel mee redden. Om even wat uit te gaan graven, hoor. Zo. Kijk, en dan zijn we hier al bij de cobblestone. Haha, zo snel gaat dat dan, mensen. Maar we komen er wel. We maken nu een tunnel naar beneden. Het gaat echt even om het spullen verzamelen. Oké, ik moet niet vergeten het eten. Het eten moet ik zo fixen. Anders sterf ik nog van de honger. En de torches. Bardo doet het goed. En die hartjes komen er dan wel bij, toch? Ja, kijk, die komen alweer terug. Mooi. Dit is hartstikke mooi. Ik was even bang dat ik die hartjes niet terugkreeg. En dan was ik echt flink de lul geweest. Als ik die hartjes niet terugkreeg. Dan ging ik gewoon dood. Dus ja. Oké, eens even kijken. Dan, ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit af gaat lopen. Ja. Oh! Ik ken dat geluid niet. Is het dag of zo? Betekent dat geluid dat het weer dag is? Nee, dat betekent niks. Oké. Nou, oké, ik weet niet waarom ze dat geluid gaan maken dan, hè? Kom op, dat doe je toch niet altijd of zo? Waar maken mensen dat soort geluiden nou? Dat is gewoon provocerend en naar. Kijk, nu zitten we redelijk onder de grond. Oh! Geef die man een Oscar! Ja, oké. Kijk, dames en heren. Hiervoor, hier. Dit is prachtig.